iedereen heeft zijn eigen zonnebrandcrème. Onze zomerhacks zijn veel nuttiger. Meisjes, ik heb een verrassing voor jullie. Laten we Twister spelen. Cool! Maar hoe moet ik spelen in een rok? Cindy heeft van tevoren een fietsbroek onder haar rok aangetrokken. Een goede strategie om spelletjes te spelen. Wat moet Jessica doen? Hier is een idee. Gebruik een binderclip. Klem het midden van het rokje. En het verandert in een comfortabele korte broek. Goed gedaan! Nu kun je je benen zoveel bewegen als je wilt en Twister winnen. Wij houden van Twister. Als je het nog niet in huis hebt, kun je het zelf ook maken. Knip een cirkel uit dik karton. Kleur het met acrylverf. Verdeel hem in 4 sectoren. Lijm 4 kleine kleurrijke cirkels in elke sector langs de randen. Volg de volgorde van de kleuren. Teken hand- en voetafdrukken in elke sector. Wissel de afdrukken af. Lijm het midden van een spinner in het midden van de cirkel. Maak er een pijl van karton aan vast. Spuit met behulp van een schabloon grote cirkels op een deken. Leg je handen en voeten daar waar de pijl aangeeft dat je moet. Hand hier, voet daar. Dit spel zal al je vrienden in de knoop brengen. Oh, wat een goede stretch. Dolly wint. Wat is er lekkerder in de zomer dan natuurlijk kokosijs? Giet kokosmelk in een kleine ziplockzak. Voeg een lepel poedersuiker toe. Doe ijs in een andere zak. Voeg een lepel zout toe. Het ijs koelt het ijs sneller af. Doe de kleine zak met melk in een zak met ijs. Schud het gedurende 5 minuten. Haal de zak met gehard ijs eruit. Knip de hoek eraf en giet het kokosijs uit de wafelhorentjes. Versier met chocoladeglazuur en hagelslag. Mmm, het is zo zoet en lekker. Jammer dat de jongens het moeten missen. En hier komen ze. Meisjes, hebben jullie nog wat ijs over? Nee, maar we hebben iets anders. Het is koude kaastaart. Brek 1/4 ons gelatine met water en smelt het in de magnetron. Klop 4,5 ons zware room met een mixer. Meng 4 ons roomkaas met 3 ons aardbeienyoghurt. Voeg 1,5 ons suiker toe. En giet de gesmolten gelatine erbij. Roer het goed door elkaar. En doe de slagroom erbij. Verkruimel Oreo's in een beker. Doe de massa er bovenop. En bestrooi het met verkruimelde koekjes. Zet het 2 uur in de koelkast. Versier de cheesecake met een aardbei. Deze cheesecake is geweldig. Wat een delicaat dessert. Verveel je je op een zomerse dag? Maar je hebt Pepsi. Zullen we een Pepsi bowlingwedstrijd houden? Zet de flessen op het gras als bowlingkegels en raak ze met een strandbal. Cindy heeft 1 pin omgegooid. Jessica heeft er nog 2 over. En Dolly moet aan haar doel werken. Kom op, meiden. 1 van jullie moet een Pepsi Strike krijgen. Nice! Stop met jezelf te krabben als een aap. Bananenschillen zorgen ervoor dat je muggenbeten stoppen met jeuken. Leg een bananenschil op je beten en je voelt je meteen banaan beter. Spelen op het strand is zo leuk, vooral als de zee je slippers heeft gestolen.
moet ik nu naar huis gaan? Stijlvolle flessen zullen helpen. Knip een gat voor een voet in een grote plastic fles. Smelt het sneetje met een aansteker, zodat het geen pijn doet aan je voeten. Herhaal dit voor de andere fles. Uitstekend, het is de perfecte maat. Dit is een nieuwe zomercollectie gemaakt van plastic. Ik hou van duiken met een duikbril. Maar niet als hij helemaal beslagen is. Ik zou niet eens een walvis kunnen zien met deze bril. Maar waarom is je duikbril oké? Meng vloeibare zeep met wat water. Breng het zeepmengsel aan op je bril. Veeg hem droog met stof of een papieren handdoekje. Je zwembril zal niet meer beslaan nadat je deze hack hebt gebruikt. Zwem met je ogen wijd open. Mijn oren zitten verstopt na het duiken. Blijf daar niet gewoon staan. Blaas een ballon op. Wow, mijn oren worden weer normaal als ik uitadem. Joepie, ik kan weer horen. Waarom ging ik akkoord met een fotoshoot te doen in het midden van de dag? Het is veel te warm. Heb je iets kouds? Het is maar goed dat ik wat sap heb ingevroren. Giet het sap in Ziploc zakjes. Doe ze dicht en doe ze in de vriezer. Ik heb wat bevroren sap in mijn koeltas. Geweldig! Nu ben ik klaar om mijn carrière als supermodel voort te zetten. Waar zijn mijn ijsvormpjes? Het lijkt erop dat ze net gesmolten zijn. Hier komt de strandjongen Alex. Bingo! Hij heeft meegebracht wat ik nodig heb. Was in ontsmette zandvormpjes. Vul ze met water. En invriezen. Zandvormpjes werken perfect. Kies de vorm uit die je wil. Een schip of een dolfijn. Er zijn maar 3 ijssmoothies. En 4 van ons. Laten we beslissen wie ze krijgt met steen, papier, schaar. Pureer wat aardbeien. Voeg yoghurt toe. Meng banaan, bosbes en yoghurt in een aparte kom. Doe de smoothies in kleine Ziploc zakjes en maak laagjes. En doe ze in de vriezer. Sorry Alex, je zult je moeten voorstellen hoe verfrissend en ijskoud onze smoothies zijn. Schuren je schoenen je voeten in de zomer? Je hebt geen pleister nodig. Gebruik onze frisse truc. Breng deodorant aan op je sandalen. En je voeten zullen geen pijn meer doen. Oh, ik heb overal jeuk. Ik haat muggen. Hier, neem een theezakje. Dit is een geweldige remedie voor muggenbeten. Leg het op een beet en het zal de jeuk meteen stoppen. Zeg wat je wilt, maar er zijn nog steeds heren in deze wereld. Bedankt jongens. Wacht even, ik heb iets verfrissends voor jullie. Doe verse munt in een spuitfles. En giet er water in. Lijm een dik koord met een karabijnhaak aan de hals, zodat je het kunt vastmaken. Munt is zo verfrissend. Voel je je al beter? Nu ben je klaar voor nieuwe avonturen. Vond je de zomer lifehacks leuk? Laat ons dan in de comments weten welke jij gaat gebruiken om jezelf te redden van de hitte. En vergeet niet,
deze video een duimpje omhoog te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe zomertrucs van TromTrom mist.